met de fractieleider van de BEP, Ronnie Asabina, spraken wij over de spraakmakende Pan-American Real Estate Deal, waar dan de klokkenluider nu intussen een tweede verzoek bij de procureur-generaal heeft ingediend. Er zijn een aantal zaken welke heel wat vragen opwerpen en daarop is Asabina dan ook breedvoerig ingegaan. Deze hele kwestie houdt de hele samenleving bezig. Niet alleen professionals, niet alleen zeg maar bewindslieden, maar ook de gewone man bezig. En we zien dat die case, afgezien van een sociaal maatschappelijk kant, die case ook een moreel ethische kant heeft. Die case heeft ook een kant welke wij kunnen brengen onder de noemer van financieel-economisch. En wat ons gezond verstand te boven gaat, is dat in plaats dat de regering in deze het mes zet daar waar het gezet moet worden, zien we dat binnen de coalitie een ontwikkeling van vingerwijzing. De president als hoogst verantwoordelijke binnen de regering, die je zou bijna kunnen komen met spierballentaal komt en aangeeft van nee, de hele coalitie is deel en onderdeel van het besluit. Aan de andere kant merken we dat de VP zegt van nee, ik was mijn hand in onschuld. Toch? Mij treft geen enkele blaam in deze zee. En wie zit met de gepakken peren? Het arme volk. Want dat geld kon een andere bestemming hebben gehad. En wat we ook zien is dat we geen voortvarendheid zien na wanneer het gaat om het handelen van de PG in deze. Want wij vinden dat de PG, want nu doet de regering voorkomen, de case is op het bord van de procureur-generaal. Terwijl de president en de regering, laten we zeggen, het besluit heeft genomen. En die keuze heeft gemaakt en het besluit heeft genomen, zegt de regering, ik ben bereid, toch? In ontvangst te nemen, bewijsmateriaal. Terwijl de regering, als ik dat zaak goed heb mogen volgen, niet over één nacht ijs is gegaan. Maar nogmaals, om een lang verhaal kort te maken, we vinden dat met de meeste spoed klaarheid in deze case gebracht moet worden. Het volk heeft niks aan spierballentaal, heeft niks aan Johario Trusu. Asani noemt er een Jorkasupu. We kunnen best wel begrijpen dat belangen spelen, maar wanneer er een regering is die vanaf dag 1 heeft gezegd: wij gaan een nieuw elan in de politiek introduceren, een elan van goed leiderschap, een elan van eenheid in bestuur, eenheid in leiding geven, een nieuw bestuurscultuur, een gezond bestuurscultuur, dan moet dat volk dat zien. Maar we zien dat we steeds meer en meer op het gebied van moreel-ethische normen, ook binnen de regering, de afgrond afgaan. En dat is onhoudbaar, dat is onacceptabel, dat is verwerpelijk. Wat vindt u van zaken als wat de president dan ook aangeeft van dat hij nog informatie moet krijgen over deze case, heer Asabina? En volgens de president zou het ook hier gaan om een PPP-project. Verder nog dat we zien dat terwijl de president aangeeft dat hij nog op informatie wachtende is. Is hetzelfde president geweest die de opening heeft verricht en ook nog 3 missives heeft goedgekeurd. Hoe kijkt u naar al deze zaken? De president als staatshoofd moet in deze case staatsman
demonstreren en etaleren. Toch? Staatsmanschap, toch? Leiderschap wordt niet geboren in tijden van joekoe-joekoe, in tijden van maatschappelijke onrust, maar dat moet wel gemanifesteerd worden. En dat vragen wij. Wanneer de president zegt, ik wacht nog op informatie, op basis van welke informatie heb je dan het besluit genomen? Het kan niet dat hij dat verkondigt. En wanneer de president dus ook nog aangeeft dat het hier zou gaan om een PPP-project, maar de minister van Financiën, die zou op een eerder moment hebben aangegeven dat dit project nimmer als een PPP-project betiteld kan worden. Hoe kijkt u daarna? Dus men moet ons niet met woorden bombarderen. Wat de president moet doen, is dat de president de PG... Je kan niet zeggen dat de president de PG mag ontbieden, maar hij mag de PG vragen om een gesprek. En bij die gelegenheid moet hij de PG alle bewijsmateriaal waarover hij beschikt geven, of de PG op de man of op de vrouw af vragen, welke informatie heb je nog niet. Dan moet de president op zoek gaan naar die informatie voor de PG, zodat er binnen redelijke termijn helderheid komt in deze zaak. De regering moet niet proberen, ja, om het accent te verleggen. Want je ziet dat je volk die naar Angribere is, dat we horen volk naar Kees bezig, enkel en alleen om deze periode te overbruggen. Want u hebt zelf gezien dat we een situatie meemaken dat de koers met 20% is gedropt. En wat we niet moeten over het hoofd moeten zien, een belangrijk deel voor een gemeenschap. Het gaat om sociaal, het gaat om eenoudergezinnen, het gaat om seniorenburgers, het gaat om zelfstandigen. Ja, you name it. Deze mensen zijn afhankelijk van 50 en 100 en 200 euro en 250 Amerikaanse dollar. En dit heb ik ook wissel amoni dati, kan dit naar de boetboetu, voetapman olo. Maar dit heb ik is 100 euro en ze zouden daarvoor krijgen 3800, nodig is 3000. En dat betekent dat ze in staat, ja, voor de kosten dat voor de dekmoro. Ja toch? En daarover praat de regering niet. Het is dezelfde regering, dezelfde president die heeft aangegeven in het kader van zijn nieuwjaarsrede dat 2024 een jaar wordt van verlichting. Maar nu was men een jaar verlicht. Integendeel, naar moro banotu e kisi. Moro abanotu e kong. Ja, daarover moet de president gaan praten. De president moet het volk komen uitleggen waarom die koers, ja, die cambio koers, er een heel groot verschil is tussen de cambio-koers en de centrale bankkoers. Want wanneer men aangeeft dat die douanekoers om de 2 weken wordt vastgesteld, ja, dan is dat misleiding en het volk zand in de ogen strooien. Want wanneer u aangeeft dat vanaf 2021 de koers tot stand komt door vraag en aanbod, de koers, het is geunificeerd met een mooi woord, dan betekent dat die transactiekoers ook geunificeerd moet worden. Dan ga je niet wachten, dan ga je niet een deel maken tot zwevend koers en het andere deel zeg je om de 2 weken geef je aan de douane met welke koers alle transacties gepleegd moeten worden. Dus u ziet zelf dat de president niet de regering niet naar de winkels en gaat, toch? Voor prijscontrole. Want de minister van Esorti, die komt braaf, ja, voor de beeldbuis om te zeggen van nee, de koers gaat nog niet droppen, want die handelaren, ja, die maken gebruik van de centrale bankkoers en de douanekoers en die is niet gezakt. Wat we meemaken in dit land is dat invloedrijken kunnen maken en breken, want mind you, er wordt flink, niet alleen gesnoeid, ja, gesjoemeld is het juiste woord, maar er wordt flink
geld verdien met deze hele theorie over die koersontwikkeling. Maar kan het zo zijn dat cambio's zoveel macht kunnen hebben in een land? Ja, maar het probleem, want wanneer de regering zegt die economie is gestabiliseerd, dan is weer is dat niet op waarheid berust. We hebben een heel kwetsbare economie. Ja, het is niet veerkrachtig. Eén cambiohouder kan die hele koers naar zijn dingen trekken. Zo kwetsbaar is de economie. Ik weet niet, ik kon er helemaal niet erbij zijn. Ik vind het jammer. En ik als ik binnen bepaalde kringen die signalen opvang, dan het lijkt alsof of regeringsautoriteiten en daaraan gerelateerden uit de winterslaap zijn ontwikkeld. Waarom? Omdat een witte man hier is gekomen, dat is de directeur van de Nederlandse bank of centrale bank, en die heeft het gehoor bestaande uit experts van onze bankinstellingen en hooggeplaatsten aangegeven dat wil je praten over economische stabiliteit, je primair eer financiële stabiliteit moet hebben. En men heeft doen voorkomen alsof nou pas de sans we tegen de alade in assemblée, ja. Abakra kong, abakra tegen ding, dat de vintak aai naartoe. Maar je hebt zelf gezien dat men niet daarop heeft ingezoomd. De komst van die man, die inleiding hij heeft verzorgd, het is goed om dat door te nemen. Het zijn allemaal zaken die we steeds meer en meer onder de aandacht brengen en hebben gebracht van de regering. Maar waman kon amantaki, de man schrikken even, maar ze hebben het onder het tapijt geveegd. En dat is de keerderij. Om terug te komen, de man om gebruik a case voor Penham, American Real Estate, als een afleidingsmanoeuvre. Ik vind het jammer dat een ondernemer, de naam van een ondernemer, zo intensief tussen aanhalingstekens door het slijk wordt gehaald. Toch? Want in deze is het de regering. En we kiezen een sanifu, gehaald en getrekt, president taxo, VP taxo, maar je taxt je nee, het is een huwelijk. Toch? Nou, een boentrange huwelijk. Maar weet je dat? Steeds meer en meer blij dat een huwelijk die zie, nou een huwelijk van scheiden en bed. En we betalen geen omelezingbaar. En we weten niet waar het gaat eindigen. Wat we wel meemaken elke dag is dat het volk de dupe wordt. Ja, de pijn ervaart van deze manier van het besturen van het land. En ook in het hele traject van Penham hebben we hier in het parlement, en ook is die vraag gisteren aan de VP gesteld, heer Asabina, voor motie van wantrouwen. Ja, wat zegt u? Dus, maar dat zijn van die dingen toch. We hebben hier een begrotingsbehandeling gehad. En ik heb een column gezien op Star News. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb heel veel zaken die zich gemanifesteerd heeft rondom tijdens die begrotingsbehandeling, vind ik terug in die column dat hij. Dus wanneer... Zaken zoals? Nee, er is aangegeven dat er een traject zou zijn uitgezet om te komen tot een motie van wantrouwen. Wanneer we zien hoe gelijkbenig DNA-leden van de ABOP op die case hebben gesprongen, dan geeft dat genoeg signaalbewijs om te denken of om de conclusie te trekken dat something was cooking, zou men in het Engels zeggen. Nagenoeg alle parlementariërs van ABOP, met uitzondering van mijn collega Wakit en mijn collega Aseri, hebben gesproken, niet één keer, maar elke keer, ja, waar deze case aan de orde kwam in het parlement, door deze of geen parlementariër, hebben ze daarop gesprongen.
We hebben zelf gezien dat een parlementariër van die partij met die case naar de pers is gestapt. Dat is toch het bewijs. En ik kan me niet indenken dat die rugdekking niet komt van de hoogste leden van die partij. Isie? Dus wat we niet moeten doen, we moeten niet doen voorkomen alsof ja, wat leeft onder grote delen van die samenleving, dat niet op waarheid berust. Afvolg ja, afvolg, nog kon niet, maar afvolg nog don't toe. En Suriname is klein, laten we dat ding zeggen. We zijn een kleine gemeenschap, we zijn een kleine samenleving. Tori etaki. Ja toch? En te tori otaki, de Yoshi, aan momenten we door op het tori oleki. En om zoeken voor de priti voor naide naar hoe het weer, zij naar ik krosi. Want de man naar ik krosi naar standaard. Nu geschiet alles machinaal. Dus ja, na altijd gaan we naar ik krosi naar de standaard moro. Toch? Dus een samenleving. Unum sukufu en je afvolk ja kon er voor citroenen te verkopen. Maar zou de BEP een dergelijke motie ondersteunen wanneer die ingediend zou worden? Het heeft te maken met situatie en omstandigheden zullen spelen. Situatie en omstandigheden zullen doorslaggevendheid. De onderbouwing van die motie, dat is één. En ook van wie die motie afkomstig. Wie zijn de initiatiefnemers van die motie? Ja. Wie zijn de initiatiefnemers van die motie? Wat wil men beogen met die motie? Ja? En wat zijn die overwegingen? Zijn drie belangrijke zaken die voor ons ja, bepalend zijn om eventueel het standpunt te nemen. We gaan ermee akkoord of niet. Want onowani. Go puro kastanjes uit het vuur voor Johan Tramman. Daarvoor zijn we niet. We zijn te vinden om het land, om land en het belang van land en volk te dienen. Terugkomen op de kwestie van Penem Real Estate, heer Asabina. Op wiens speelhelft ligt de bal nu? Ik moet eerlijk zeggen, de bal ligt en op het speelhelft. Kijk, de bal ligt nu op het speelhelft van alle drie de machten. Een collega parlementariër heeft door tussenkomst van de DNA-voorzitter de PG geschreven en indringend gevraagd naar een onderzoek. En dat is al bijna een maand terug. We hebben niet begrepen dat de voorzitter van het parlement ja, aan land en volk heeft gezegd dat hij middels een begeleidend schrijven die brief van die parlementariër heeft doorgeleid naar de PG en dat hij de PG heeft gevraagd gegeven de relatie ja, in triaspolitiek verband dat hij met goede moed uitkijkt naar de reactie van de PG omdat het die case. Ja, niet alleen, ik heb al eerder aan niet alleen een maatschappelijk en sociaal en karakter heeft, maar het heeft ook een moreel-ethische kant en een financieel-economische kant. Dus de voorzitter van het parlement zou in zijn begeleidingsschrijven moeten zetten, ja, dat hij een dringend dat belief uitkijkt, ja, naar wat de parlementariër heeft gevraagd. Dus hier praten wij over het instituut, de uitvoerende macht, grondwettelijk. En ik heb niet begrepen van de voorzitter van het parlement dat de PG dat hij die brief heeft begeleid met een en dat de PG reeds heeft gereageerd. Wat is de status? Dat is 1-2. De uitvoerende macht die de keuze heeft gemaakt en het besluit heeft genomen, was in een gehaal en getrek binnen de uitvoerende macht. En juist de twee hoogste functionarissen, de PG aan de ene kant, de president en de vice-president. En we hebben, je zou bijna kunnen zeggen, het is een, hoe kan een regeerteam een voetbalwedstrijd spelen? Ja, we hebben de helft aan de kant van de president. Ik weet niet of ze, of naar Skagri de Maipri, maar sowieso een president in de spits. Ik wou maar naar goal, maar je hebt de minister van Financiën aan die kant en de minister van
van OW. Aan de andere helft van het speelveld zien we de VP. Of misschien moet ik zeggen in het midden. En na de helft zie je met name die parlementariërs komende uit de ABO-fractie. Van je lukken zo'n wedstrijd. Al moeilijk voor lukken. En dan hebben we nog. Ik heb het is alle drie de machten. En het de rechtelijke macht in deze, het Openbaar Ministerie. Hoe is het mogelijk dat het Openbaar Ministerie genoegzaam een onderzoek wens in te stellen waarbij het parlement niet is dan wel wordt benaderd? De PG moet in staat gesteld worden om een onafhankelijk onderzoek in te stellen. En we weten allemaal, als je een onafhankelijk onderzoek wil instellen, hoe dat moet geschieden. Ja? Hoeft de PG niet opnieuw uit te vinden. Ook tijdens deze regeerperiode hebben we hier meegemaakt dat om een onderzoek in te stellen bij die Kees Hoefdraad, de PG het parlement heeft geschreven. En we hebben gezien met welke snelheid het parlement heeft gehandeld. Ook in de case van gewezen VP Adin, waar men in het begin de fout was ingegaan, heeft men gecorrigeerd en men wist de weg wel te vinden naar het parlement. Dus waar ik naartoe wil gaan, de PG moet klaarheid brengen as soon as possible in deze case. Gaat men door met het onderzoek, je moet niet alleen aangeven, ik heb een pakket aan additionele informatie ontvangen. Nee, geef ons het traject.